Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Na de sneeuwval van gisteren overheerst vandaag ook nog wel de bewolking. Op veel plaatsen ligt de temperatuur iets onder het vriespunt. Vanavond komen er geleidelijk aan steeds meer opklaringen en daalt de temperatuur verder onder nul. Uiteindelijk komende nacht gaat het boven de verse sneeuw zelfs streng vriezen, met temperaturen onder de min 10 graden. Daar waar het sneeuwdek dunner is of helemaal geen sneeuw ligt, wordt het zo'n min 3 tot min 5 graden. Er kan ook een misbank ontstaan. Morgen overdag lost de mist dan weer op en dan schijnt de zon geregeld, blijft op de meeste plaatsen droog, waarin het zuidwestelijke kustgebied trekt misschien een enkele winterse bui over. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. dag naar vrijdag verloopt ook steenkoud en vrijdag overdag is het dan opnieuw rond nul. Bij geregeld zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe, in de avond gevolgd door neerslag. Het weekend verloopt wisselvallig en een stuk minder koud. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.